Ze is een van de meest productieve filmmakers van Nederland en dit jaar eregast op het Nederlands Filmfestival. Regisseur Paula van der Oest. In de 25 jaar dat ze nu films maakt, blijkt dat ze met recht veelzijdig te noemen is. Ze maakt korte films, comedies, dansfilms, tv-series, geëngageerde speelfilms, thrillers en een boekverfilming. Haar grootste succes behaalde ze in 2001 met Zus en Zo, een humoristische film die werd genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film. Ze won diverse filmprijzen, waaronder een Gouden Kalf voor de internationale productie The Domino Effect. En volgend jaar komt haar nieuwe film uit, Lucia, over het leven van Lucia de Berk, de verpleegkundige die jarenlang ten onrechte vastzat. Van der Oest is een onvermoeibare filmer en scenarist die elke 2 jaar een nieuwe film maakt. En vandaag spreek ik met haar over Black Butterflies. Paula, laten wij praten over Black Butterflies, jouw film uit 2011. Over de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker. In de jaren 60 zat zij min of meer gevangen tussen Jack Cope, haar wat oudere minnaar, schrijver, en haar tyrannieke vader. Die niet goed raad wist met de losbandigheid van zijn dochter. En wat ook belangrijk om te zeggen is dat zij op 31-jarige leeftijd zelfmoord pleegt. Met hoofdrollen voor Carice van Houten en Rutger Hauer. Kende jij Ingrid Jonker? Ik kende haar toen ik ging draaien, toen ik het script in handen kreeg. Ken ik haar wel, maar via een documentaire die daarvoor was gemaakt door Saskia van Schaik. Ja. Korreltje Niks is mijn dood. En zij gaf mij die film of ze zei van, nou, ik denk dat je dit heel mooi vindt. En nou, inderdaad, haar werk prachtig. Ja. Heel tragisch leven. Dus die documentaire bracht mij al in aanraking met Ingrid Jonker. Oké. Nou, misschien is het aardig om even naar een korte scène te kijken tussen de vader en Ingrid Jonker. Mm-hmm. Moet je me even helpen? Ja. I didn't mean to upset you. You take pleasure in upsetting me. It's mutual, wouldn't you say? I dedicated my book to you and you didn't even tell me what you thought of it. I'm not even sure you read it. It's me in those words, Pa. Don't you want to know who I am? I know who you are. You are your mother. Is that why you hate me? We need to find peace between us. God, ik merk weer dat ik weer ontroerd raak, gek genoeg. Mm. Maar wat is voor jou de essentie van deze film? De essentie is wel de vader-dochterrelatie. Toch? Maar het is nooit los te zien van de achtergrond van de apartheid. Want mm-hmm. Die vader die zat in de apartheidsregering. De nationale partij, hè? Ja. En hij was zelfs hield zich bezig met de censuurwet. En hij censureerde het werk van haar collega-schrijvers. Ja. Dus hij vertegenwoordigt eigenlijk dat beetje onwrikbare establishment. Zij is een hele vrije geest. Was een hele vrije geest. En ze is eigenlijk nooit, haar talent is nooit erkend door haar vader. En dat heeft er haar leven lang dwars gezeten. Sterker nog, het heeft haar denk ik ook op een bepaalde manier te gronden gericht. Hmm. Maar wat was jouw uitgangspunt? Nou, laat ik het anders zeggen. Je hebt niet zelf het scenario geschreven. Nee. En het is een film over een bestaande persoon. Hoe groot was jouw vrijheid om te fabuleren, om er meer dramatiek in te leggen? Nou, meer dramatiek hoeft eigenlijk helemaal niet. Het is, dramatischer kan niet, hè? Ze is de zee ingelopen. Maar
Nou, inderdaad, als je film maakt, dan moet je toch bepaalde ingrepen doen. Wil je een goede boog kunnen maken. Ja. Een van de dingen waar we een beetje de hand mee hebben gelicht. En aanvankelijk was ik er heel huiverig voor. Ja. Is dat Ingrid Jonker zelf was nooit ter plekke toen dat jongetje werd neergeschoten. Ik dacht dat in Zuid-Afrika... Volgens mij moeten we dat even uitleggen. Er zijn op een gegeven moment rellen uitgebroken, ja, in Sharpeville. Ja, rellen. In 1960. Ja, er werden pasjes ingesteld voor zwarten. Ja. De zwarte bevolking is in opstand gekomen in een bepaalde wijk. Er is een jonge knul doodgeschoten. En zij heeft daar een gedicht over geschreven. En in de film doe je het voorkomen alsof zij getuige was. Ja. Van die... Ja. Ja. En dat is een hele, vond ik destijds, een ongelooflijk moeilijke beslissing. Waarom was dat moeilijk? Nou, ik dacht, kijk, ik maakte die film helemaal in Zuid-Afrika. Over een Zuid-Afrikaans icoon eigenlijk. Hè? Dus in Nederland is de kennis over haar natuurlijk minder. Ik wist zelf ook niet zoveel van Ingrid Jonker. Dus ik dacht, ze gaan ontzettend me dat kwalijk nemen, dat ik daarmee sjoemel. Hm. Maar de reden dat we Ingrid daar toch bij hebben laten zijn, is als je iets wil laten zien over hoe dat ging in de townships, hoe de politie zich gedroeg, hoe radeloos die zwarte bevolking was, dan moet je dat voelen, net zo voelen als dat Ingrid Jonker dat voelde, want zij leefde in dat land. Dus in werkelijkheid las zij het in de krant, is ze naar een politiebureau gegaan, heeft ze foto's bekeken. Maar ja, in een film is het natuurlijk heel ondramatisch als iemand een krant zit te lezen. Ja. En die scène heeft enorme impact. En ik ben nu heel blij dat we hem zo hebben gedraaid. Want het is niet uit sensatie, maar om dat gevoel te kunnen overbrengen. En ook iets te kunnen vertellen van hoe dat eraan toe ging. Ja, het is ook een hele claustrofobische scène. Want je zit eigenlijk in dat kleine autootje van die Jack. Ja. Een two-seatertje. En dan die massa die zich opstuwt en de politie. En ja, afschuwelijk. Dan moet hij achteruit rijden. Ja. Ja. Het was trouwens ook een hele bijzondere opnamedag, want dat was in een township. Mm-hmm. Die waren er toen, ten tijde van Ingrid Jonker, was het niet werkelijk zo'n township, maar een voorloper ervan. Want wacht, waar heb jij dit gedraaid? In Kaapstad of daarbuiten? Ja, in net buiten Kaapstad. Okay. Je hebt natuurlijk een aantal townships, een hele grote Kailitsja, maar daar was het niet. Het was in een van de kleinere. Mm-hmm. En hoe heet die? Second AD, dus je hebt een opnameleider, de first AD en de second, dat was een zwarte jongen. Waar staat AD voor? Assistant Director. Assistant Director. En dat is wel een van die filmtermen die zo ingeburgerd zijn als je heel lang film maakt. Deze jongen die woonde zelf ook in een township. Niet deze, maar een andere. En hij regisseerde eigenlijk de figuratie. Ja. De figuratie was allemaal afkomstig uit die township waar we draaiden. Hmm. En het was een waanzinnige dag. Die mensen gingen er zo vol in. En natuurlijk ook omdat ze heel goed wisten wat er daar was gebeurd en wat er met hun ouders was gebeurd. En sommige mensen hadden zelf de apartheid meegemaakt. Ja. En leven natuurlijk nog steeds in townships. En die apartheid is natuurlijk nog heel erg aan de hand, zonder dat het zo heet. Dus dat was ongelooflijk indrukwekkend. En met die mensen moesten er om 4:00 zijn om in hun kleding te gaan. En om 10:00 s'avonds stonden ze nog te roepen. En ja, echt waar? Echt waanzinnig, ja. Want zij herleefden weer wat, of wat? Of hoe moet je dat zien? Ja. Ik moest iemand, een vrouw, moest huilen. En dat was geen actrice. Nou, dat was geen enkel probleem. Ik heb nog nooit zoveel goed acterende figuranten bij elkaar gezien. Zou je wel vaker willen hebben. Ja. Goed. Ja. Trouwens, daarover gesproken. Het is, ik begrijp dat het... Je had 100 man om aan te sturen zo'n beetje. De eerste grote... Ja, hoe heb je dat ervaren? Nou, het is leuk. Een beetje Hollywood-achtig. Ik had het erover met... Ik heb mijn regieassistent die ik daar had. Die is sindsdien mijn favoriete regieassistent. Die werkte de helft van het jaar in Zuid-Afrika en de helft van het jaar hier. We hadden het toevallig vorige week over dat... Het is waanzinnig professioneel daar. Ja. Dus het voelde heel chic. Ik had ook na de opnames kon ik gelijk altijd een auto stond klaar met trein, de motor. En dan kon ik gewoon in. Had je ook zo'n stoeltje met Paula van der Oest? Nee, dat niet. Oh, dat niet. Oké. Okay. En in Amsterdam, dan ben je klaar en dan is er nog een tafeltje met wat blikjes bier en zo. Ja, ja. Maar eigenlijk vinden we die blikjes bier toch ook heel leuk. Want Zuid-Afrika faciliteert heel veel buitenlandse filmcrews, hè, die komen. Ja. Of er komt alleen een regisseur en een cameraman. En ze kunnen daar heel goed filmen. Ik verstaan hun vak heel erg goed. Maar het is ook... Opvallend trouwens. Ja, maar dat komt omdat er heel veel gedraaid wordt. Door het heeft economische redenen en ook weer technisch en zo. Ja, ja. Dus het is heel servicegericht. Maar ik had een hele toegewijde crew. Want iedereen vond het fantastisch dat we over Ingrid Jonker een film maakten. Mm-hmm. Dus dat gaf het een enorme meerwaarde draaien. Het was een hele goede tijd daar. Heb ik nog één dingetje. Ingrid Jonker dichtte in het Afrikaans.
Natuurlijk sprak zij Engels. En ze had ook Engelse vrienden, Engelstalige vrienden in Zuid-Afrika. Je hebt er bewust voor gekozen om ook de gedichten in het Engels te laten horen. In plaats van in het Afrikaans. Why? Ja. Nou, dat was ook een ingrijpende keuze. Ja. Maar anders was er geen film geweest. Want het is net als met films in het Nederlands. Nee, dan niet deze film. Want dit is een film die speelt zich af in een eind jaren 50 tot... ze ging dood in 65. Ja. Dat is periode. Dus elke auto die je ziet, elk kledingstuk wat je ziet, alles, werkelijk alles, is gereconstrueerd, gemaakt, ingehuurd. Ja. Het is een film met ook heel veel figuratie. Heel veel grote scènes. Dus die film die maak je niet onder een paar miljoen, laten we het zo zeggen. Okay. Als je een film hebt die alleen in het... Dus dat hebben we ook met onze Nederlandse films. Je kunt geen film maken van 10 miljoen die vervolgens... De rest van de wereld spreekt geen Nederlands. Nee, maar een gedicht. Weet ik, maar het is een beetje een omslachtig verhaal. Ja? In het Zuid-Afrikaans hadden we nooit de financiering rondgekregen. Dus was het een keuze tussen eigenlijk twee kwaden. Een heel klein filmpje maken die eigenlijk dit allemaal niet kan vertellen. Maar die film was er al. Een hele goede documentaire, een prachtige documentaire. Ja. Of de film in het Engels maken, waarbij de vertalingen zijn gebruikt van André Brink en Ankie Krog. Mm-hmm. Ze zijn wel mooi vertaald, goed vertaald. Ja. In een van de DVD-uitgaven zit die documentaire erbij. En dan hoor je die prachtige gedichten in het Engels. Er is ook de bundel is weer een herdruk gekomen met de gedichten in het Zuid-Afrikaans. Dus het is ook verschrikkelijk, want ze zijn 1000 keer mooier. Maar je kan op alle mogelijke manieren kan je die gedichten lezen en luisteren in het Zuid-Afrikaans. We gaan kijken.